heb ik nu adjudant van de Vereniging van de Rijkspolitie in Groningen. Dat is een hele bekend voor de luisteraars. Hoe is de toestand in Groningen, adjudant? Nou, die is nog niet veel veranderd. Hij is niet verslechterd. Misschien een klein beetje verbeterd. Men is daar druk bezig om de drachtige wegen zo snel mogelijk weer sneeuwvrij te krijgen. We hebben met behulp van een helikopter een inventarisatie kunnen maken wat er zo op de weg staat, welke wegen dicht zitten. En we proberen daar vannacht uiteraard niet direct, maar dan indirect samen met de Rijksprovincie en gemeente zoveel mogelijk aan te kunnen doen. Zou u kunnen zeggen waar nog wat grote knelpunten zitten, waar nog erg veel auto's vastzitten in de sneeuw? Nou, met name in het noorden van de provincie Groningen en dan denk ik in de omgeving van Spijk, Uspert, Warfen en in de buurt van Zoutkamp zitten er vrij veel. Evenals op de Rijksweg 42 tussen Groningen en Hogezand zitten er ook nog een vrij groot aantal auto's vast in de sneeuw. Goed, ik dank u heel hartelijk voor deze informatie. We gaan nu... Verschrikkelijk glad was het. Jeanette die kon bij ons de inrit niet opkomen. En de wind dat er stond. Kijk, ze glijdt en ze loopt zo voorzichtig. Even later Ronald en Jacqueline, die helpt hem wel. En er weet je, wat zien we daar? De vier helikopters klaar stonden en dat er één bemanning was. En dat die ene helikopter toen eerst de andere bemanning heeft opgehaald. Nou nee, dat is niet waar. We hebben dus momenteel drie helikopters en die vliegen alle drie in Noord-Nederland. Eén zit er momenteel bij Leeuwarden in verband met elektriciteitscentrales. En wij hebben vanmiddag dus ook voor het verkeer nog gevlogen met één helikopter. En één helikopter heeft vanmiddag hier in Groningen gevlogen ten behoeve ook van de elektriciteitscentrale. Ja, ten behoeve van de elektriciteitscentrale, wat houdt dat werk in? Dat houdt in de bovenleidingen. Er zijn diverse storingen en men wist dus niet waar dat precies was. En daar hebben we dus een paar van op kunnen sporen. We hadden nu de ijsbaan vlak bij huis. Jan en Wilfried doen het vast. De weg was als een spier. Ronald doet ook vermoede pogingen, maar dat valt niet mee om overeind te blijven. Nou, kom maar, zegt Jan, ik draag je wel. Oh, val je me ook nog. Zeer gedaan? Nee, valt mee hoor. Ja, we zien het wel. We zien het wel, jongen. Je kan het al. Goed hoor. In Musselkanaal lagen er ook grote hopen sneeuw en iedereen was bezig om de sneeuw weg te ruimen. En om te luisteren naar Jan Pelleboer natuurlijk, wat hij zou zeggen van het weer voor de Rono. Een uur geleden meldde Hannover min 9 en Berlijn min 10 graden. Morgen op enkele plaatsen nog een sneeuwvlokje, maar dat zal weinig meer te betekenen hebben. En ook in Noord-Groningen zal de gemiddelde windsnelheid morgen verder dalen naar windkracht 4 tot 5, zodat er dan langzamerhand ook in dat gebied aan opruimen valt te denken. Het weekende blijft winters. Een hoge drukgebied komt dichterbij, waardoor weinig of geen neerslag, een matige oostelijke wind, overdag in de komende dagen 4 tot 6 graden vorst en zodra het gaat opklaren 8 tot 10 graden vorst. Echter nog geen uitzicht op een definitieve dooi of aan het einde van de meters hoge sneeuw die in onze regio wordt aangetroffen. Maar het wordt langzamerhand wel wat beter dus, meneer Pelleboer. Dat klopt. Fijn, bedankt voor deze mededelingen. Er kon nu een begin gemaakt worden met de opruiming. Hier een shovel van werklust bij de weg naar het ziekenhuis. Bij ons achter thuis hadden we veel bezoekers. De mensen die hun auto daar onder de sneeuw hadden staan, werden verzocht hun auto's uit te graven, want
De shovels kwamen nu ook om deze weg vrij te maken. Naar die auto toe. Pas op dat je er niet helemaal in wegzakt. Hé, wat doe je nou? Niet bovenop die auto klimmen. Kom nou. Ga eraf. Ja, je kan tegen de wind inhangen, hè? Mensen die zonder verwarming zitten kunnen naar de opvangboerderij in Wildervank. Telefoon 059-87-16276. Heb ik nu aan de telefoon overste Houwing van het leger. Goedenavond, meneer Houwing. Goedenavond. Hoe gaat het met de mannen die aan het sneeuwruimen zijn geslagen en aan het uitgraven? Nou, we hebben op het ogenblik ingezet in Groningen, ter behoeve van de provincie, een man of 60. Die zijn daar bezig met wat sluizen en bruggen. Dan zijn er verder in Groningen voor de Nederlandse spoorwegen een 80 man aan het werk momenteel. Dan de panzervoertuigen die wij gisteravond al geleverd hebben vannacht aan de Gasunie. Daarvan zijn er nog 3 in Sappemeer. Verder hebben we momenteel 9 jeeps ter beschikking van het provinciaal bestuur in Friesland. En dan hebben we intern nog wat vervoer klaarstaan voor eigen diensten. En verder hebben we natuurlijk op het ogenblik in de kazerne nog zeker een man of 500 klaarstaan voor het geval het nodig mocht zijn. Ja, overste, nou heb ik gehoord dat er in Den Haag gesproken is over het intrekken van de verloven voor het weekend van de mannen om de hulpverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. Is u daar al iets van bekend? Er is op dit moment helemaal nog geen sprake van. Wij hebben, zoals u misschien weet, voor bijzondere omstandigheden bepaalde eenheden die wij sneller ook via de radio kunnen oproepen om in geval van nood bij te springen. Maar of die dit weekend binnen zouden moeten blijven, daarvan is op dit moment nog niks te zeggen. Kunt u beschikken over voldoende aflos ter plaatse? Want ik kan me niet voorstellen dat die mensen die vanochtend al vroeg begonnen zijn en voor een deel ook al gisteren, dat die ook nog eens de hele nacht door kunnen sjouwen. Nou nee, de mensen die gisteren weggegaan zijn naar Groningen, die zijn vanmiddag teruggekomen en door verse troepen vervangen. En de mensen die op het ogenblik uit zijn, dat zijn er zo'n 200 in getal. Die kunnen wij dus elk moment makkelijk aflossen, want we hebben zeker nog 500 man achter de hand. Ja, is er ook voldoende voedsel voor de gravers? Dat wordt fantastisch geregeld door de instanties die steun vragen. De spoorwegen die verstrekt snert via de stationsrestauraties. De Gasunie die zet zelfs de mensen in een hotel aan de maaltijd. En daarover van onze kant niets dan lof.
Ja, en toen begonnen ook de grote opruimingswerkzaamheden bij ons achter thuis, de Provinciale Weg. Onder veel bekijks begonnen de shovels met het wegschuiven van de enorme bulten sneeuw. Hij is bijna helemaal verdwenen achter die grote hopen. Ja, en dan hebben we hier B. Kuiper met zijn Fiat, die daar was blijven steken. Ik stond te filmen en hij zei van, hey, gaan we even helpen in plaats van te filmen. Ja, en dit is dan het eind van deze film. Dit zijn onze bakens bij de inrit, waar leuke herinneringen hangen van een fijne, strenge winter.